gebeurd. Van Corina en de bezemboel en natuurlijk de zoete lieve inval. Ja, jullie zien het. Ik sta bij de Vomer. We gaan eventjes boodschapjes doen. Ik heb net een fles wijn gekocht. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag en welkom bij een gloednieuwe vlog van... Nou ja, jullie zien het al, wat er gebeurt. Van Corina en de bezemboel en natuurlijk de zoete lieve inval. Willy! Ja. Oh. Willempie. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Ja, de dag die begint al goed, maar niet heus. Nee, want ik heb me verslapen, want ik moet ze dus nog uitlaten. Maar, dat kwam door Rijka. Rijka, dat was vannacht en vanochtend vroeg. Nou, dat ging gewoon door. Las 5 à 10 minuten op bed en dan was het roetsie weer naar beneden. Naar de hal toe. Kon ik weer achteraan, want ja, je weet niet wat je moet. Wat zij moet. Dan moet ze naar buiten, moet ze overgeven, weet ik van wat. Nee hoor, gaat ze gewoon op de reet zitten, weet je? Nou, daar word je niet vrolijk van hoor. Nee, word je gewoon niet vrolijk van. Nee. Die daar. Ja. Op die trap op en af denderen. En dan gaat ze hier in de halletje zitten. Hè? Ja, dus ik heb amper een oog dicht gedaan vannacht. Ken je dat? Nou, nee. Pa. En ik wel eens hoor. We zijn al bij het roos. Oh, ja. Behalve de broek. Nee, jij hebt een spijkerbroek aan. Ik heb een bloemenjesbroek aan. Ja. Dus ja, we gaan eerst een bakje koffie doen. En daarna ga ik de meisjes doen. Want het water staat al op. Dus de boel staat er klaar. Komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. Doe het met een lach. Gaan wij hier ook aan deze kant doen, of niet dan? Ja, gaan we ook lachen. Dus, maar het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later en geniet ze. Zo, lieve vrienden. Ja, mijn huisje is er schoon op het aanrechtena, maar ja. Dat moet ik zelf doen. En de wasgoed moet ik ook zelf doen om op te vouwen. Maar dat komt wel, het hangt me niet op mijn rug. Er zit een vieze vlek op mijn scherm. Oh nee, niet waar. Dat verrievelt me even. Dat is van die stoel waar die vrouw op zit. Ja, die glimt daarop. Maar oké, dat doet er verder niet toe. Willy is de deur al net uit. En ik ga er ook uit. En ik neem jullie uiteraard mee. Ik moet ook onder andere boodschappen doen. Maar ons als die gast er is, die mij er toen zo wat uit wil zetten, gaan jullie niet aan. Nee. Dat doen we maar niet. Nee, ik wacht daar eens een keertje op wanneer Karin erbij is. En dat we gezamenlijk erheen gaan. En als meneer er dan ook is. Ja. Ik moet weer naar Big Bazaar, want ik moet weer een lampje hebben. Omdat dat lampje pleit die Josio is. Ik kan niet weten waar dat is. Legt niks op de grond en er is geen glas, niks. Dus ja, hij is weg. En daar baal ik van. En ja, wie het gedaan heeft, lijkt me te zwaar voor een kraai of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik moet trouwens ook nog een ander lampje. Want dat ene lampje dat ik dacht van, hij doet het toch wel. Nee, die doet het niet. Die blijft maar knipperen en flikkeren en doen. Nou nee, dat wil ik niet. Weg. Ik wil geen flikkerlampjes. Nee, gewoon normaal. Dus ik moet er twee hebben. Eentje omdat die ene er niet meer is. En waarom weet ik niet. Wie, wat, hoe, weet ik van wat. En het andere lampje flikkert. Nou, het behoort niet te flikkeren. Nee. Het is eigenlijk dat dunnetje die er flikkert. Die ik hier in de plant bij had gezet even. Die flikkert. Nou, dat wil ik niet. Nee. Zouden jullie ook niet willen? Nee. Maar het komt goed.
Ik ga gewoon weer wat aandoen en dan gaan we er vandoor met die banaan. Hij zegt 16 graden. En daar zegt ze ook 16 graden. Het was 18, maar het is weer afgekoeld. Dus ja, het is niet echt warm. Nee. Dus ik denk dat ik toch een jackie aandoe. En tussendoor weer, ja, het is geen winter. Het is niet echt voor de winter, maar ook niet voor de zomer. Het is eigenlijk voor de herfst. Laat ik het zo maar zeggen. En ik wil het niet ziek worden of wat dan ook. Nee. Gaan we ook niet doen? Nee. Geen zin in. Maar in ieder geval. Er staat alweer een vlog klaar om te maken. En ik heb net een vlog eraf gehaald, want ik was daar wat vergeten. Maar dan komt het ook allemaal wel goed. Ja, komt helemaal goed. Die staat nu op YouTube te uploaden. 89%, dus dat komt goed. En dan strakjes, als ik weer terug ben, ga ik met een ander. Dus ja, het gaat goed komen. Ik zou zeggen, toi tot toi en tot later. Nou, ik ben even bij Hans Anders ook binnen geweest. Even mijn bril weer goed laten zetten, want die deed bij mijn neus hier. Ja, dus dat moet wel even goed, hè. Ik heb ook weer twee nieuwe lampjes in mijn tas. Met een papier eromheen. Dus ook dat helemaal goed. En ja, we gaan eventjes naar de woonmarkt toe. En dan ga ik hier binnen door. Door het steegje heen. En denk ik, kom je daar wel door? Ja, ik kom daar wel doorheen. Ja, echt wel. Maar dan heb ik wel twee handen weer nodig. Anders lukt het me weer niet. Nee. Dus, maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon verder. En jullie weten bij de phone, maar film ik voorlopig niet. Nee. Eerst moet die vent eventjes op zijn plek gewezen worden. Ja, en dat laat ik liever doen door een ander dan dat ik het zelf doe. Ja, want anders word ik er juist uitgezet. Dat moet ook weer niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, jullie zien het. Ik sta bij de Vomar. We gaan eventjes boodschapjes doen. Ik heb net een fles wijn gekocht. Die, tenminste, ik moet hem nog betalen. Ik heb toestemming gekregen van een bewaakster. Een vrouwelijke. Helemaal goed, helemaal leuk. Dus ja, we gaan gewoon gezellig boodschapjes doen. Ja. Gewoon gezellig boodschapjes doen. Lukt dat? Ja, dat lukt. Zo. Dus ja, er moest nog even een booster bij. Ik had al een bloemkool van 99 cent. En wortelen van 99 cent. En ja, de normale merk bier heb ik al gepakt. Dus ja, komt helemaal goed. En gewoon eventjes bij de Vomar. We zullen eventjes rondrijden en kijken. Ik moet vleeswaren hebben, ik moet kaas hebben. Dus dat gaan we allemaal doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, we zijn alweer reeds thuis. Dat met boodschappen, die staat naast me, dan ga ik dus allemaal opruimen. Nou ja, we mogen dus de drank ook al niet meer laten zien vanwege de jeugdige kijkers. Dus dat doen we dan ook maar niet. Maar ik heb het wel in huis. Ja, twee stuks. Dus we laten het niet zien. Ik heb wat gekocht qua veiligheid. Zowel voor mezelf, nog een keer, vooral in de zomer. En het is donker, dat ik de meisjes uitlaat. Een flesje. Het is enkel XXL. Ja, daar kan ik niks aan doen. Het zijn warm XXL. Kan ik niks aan doen. Nee, staat er in op dat labeltje. Dat is allemaal. Maar ze waren maar 1,99, zeg maar 2 euro. Nou ja, veiligheid gaat boven alles. Ja. Nou, dan heb ik dat. Lekker. En ik heb wat voor mijn lieftallige dochter gekocht voor de verjaardag. Zo vast. Het is 7 augustus jarig, onze lieftallige Karin. Dus dat laat ik even niet zien, ja, de achterkant. Nou, dan zien jullie lekker toch nog niks. Ha! Nee. Dus dat is een kleinigheidje. Ja, een kleinigheidje.
Dan heb ik weer een molken van de kou voor Willy sowieso, want die heeft ook melk in de koffie. Ik heb weer een keer een lekker rookworst erbij. Ik heb betere taaierips, grote, brede, dikke. Ook 1,29, dus wie doet je wat? Ik heb worteltjes weer voor 99 cent. Voilà. Dit gaat de vriezer in. Want ja, als Jack komt logeren, dan wil je toch wel een stukje vlees hebben. Ja. Ik tenminste wel. Sowieso wil ik proberen, als het knap weer is, de elektrische barbecue uit te proberen. Ja, nou dan heb ik... Die wortelen waren trouwens 99 cent en ik heb nog een bloemkooltje, de laatste bloemkool, ook voor 99 cent. Dus ja. En ik heb een soja vleeswaren en ik heb kaas. Dat gaan we even op de aanrecht installeren. 1, 2, kijk, een stapel vleeswaren. Nou, dat is boterhammenworst. Ja, wat is dat? Dat is salami. Wat is dat? Ook salami. En wat is dat? Snijwoord. Dat is even aan de kant. Even daar. Geelworst. Hebben we. En genade gehakt hebben we. En gekookte Gelderse hebben we. Dan gaan we weer heen. Dat even aan de kant. En dat even aan de kant. Die hebben. De rode station boterhammenworst. Gaan we weer even zoeken. Daar ook. Gebraden, gehakt is die. Schouderham lekker één van. En een sneeuwworst heb nog één. Ja, daar zijn we er gewoon. Eentje van en de rest is de twee. Ja, moet even gedaan worden. Ja, en dan de kaas nog. Kijk, ook ja, daar zit de kaas nog in. Zie je wel? Dat is die. Ja, dat is kaas. Ja, dat is kaas. Dat leg ik daar neer. En dan hebben we nog een bloemkool. 1, 2. Een bloemkooltje. Zit maar, ja, er zit een bruin plekje op. Nou ja, dat schraap je eraf en het is klaar. Ja toch? 99%. Nou ja, wie doet je wat? Nee, tenminste wel met verse groenten. Toch? Of niet aan Elwing? Nou, dan zit daar nog troep in. En dat gooien we weg. Nee, is niet ook voor jou. En je bent er... Ik zeg toch, dat is een baan. Moet je dan niet nog oprapen van de grond als ik het laat vallen, een stukje? Zeg toch, bah! Nou is die leeg. Ga je dan kijken? Gek kind. Dat is maar een meisje. Ja. Maar een meisje van vrouwtje, hè? Ja, echt. Wat? Boefje. Mijn boefje. De la. Die was leeg. Ja, en dan gaan we hem weer vullen. Ja, echt waar. Zo. Hij is koud. Ja, het moet even beter zitten. Gaan we het zo. En even een doekje. Even schoonvegen. Zo. Voilà. Nou, dan beginnen we bij de kaas. Eén rode en één groene. En met één groene, nou kijk. Deze heeft een groene band. En deze heeft een rode band. Maar het heeft wel in een gouden bad gelegen hoor. Ik geloof dat ik het nou anders ga aanpakken. En dat ik het doorsnij. In halve plakjes. Ja.
Het liet mij wel een strak plan. Nou, gebraden gehakt. Boterhammen. Salami. Dan nemen we grillworst erbij. Dan ga ik daar erbij in. Blijf even liggen. En dan nemen we een schouderhammetje. En weer gehakt. Huppata. Huppata. Oeh. Zo. En dan kan die daar. En die kan daar. Nou ja, dan is die weer helemaal vol. Zien jullie het? Ja. Gaan we die weer even opruimen. Hé, hey, grote meid. Mag ik er even bij? Mag ik er even bij? Ik dank je wel. Voilà. Nou, ik had melk, zei ik. Ik had ook gelijk in deze laar, maar dan moet ik die even naar de boven doen. Zo. Dan heb ik weer vier van die pakjes met melk. Roodworst erbij in. En nog meer? Nee, dit is gewoon in de koelkast. En die kan blijven staan. En nou, en die zit er daar neer. Jo, even naar voren. Zo. Voilà. En dan moet ik nog deze een plekje geven in de vriezer. Ja. In de vriezer. Of... Even zien. Ja, ik weet niet wat ik zal doen. Nee, ik denk dat ik hem eruit wil. Ja, waarom niet? Ik hou hem eruit. Want dan krijg ik hem groente. Ja. Ja, cool. Hè? Voilà. Nou, mijn groente nog. Weet je. Eerst die. En die. Ja, gaat die dicht. Oh, wat is dat? Ja. Die komt door die tas. Die kan daar wel in. En deze tas. Nou, zo. Ja, ook weer gedaan. Helemaal top, helemaal geweldig, helemaal klaar. En die vestjes, nou ja, eentje is sowieso voor de broeder. Want die er nou op zit, dat is oranje met ook zo'n streep. Enkel die oranje, die is al kadoek. En waardoor, weet ik eigenlijk niet. Kijk nou, neem ik er eentje mee, sowieso voor mijn stoel. Ik denk, ja, maar ook voor mezelf, voor zomers, als ik met die meiden uitga. Het is te heet voor een jas. En dan loop je daar in het donker. En of je hebt donkere kleding aan, ondanks dat het zomer is, je hebt ook zwarte zomerkleding. Ja, dan zien ze je zowat niet, hè. Dus dan even zo'n fluorerende vestje aan. Ja, het is een verkeersvest. Ja. Dus ja, helemaal top. En dan tireribs en voor Karin. Komt helemaal goed. Nu zeg ik... Ik ga de meisjes uitlaten. En ik schreef me rot, ik had die eigenlijk uit moeten doen. Maar ja, ik moet hem toch wel weer aanlaten. Want ik had toch, ondanks alles, mijn dikkere jek aan. Niet mijn echte winterjas. Ja, ik heb mijn winters ook wel eens aan. Maar dan heb ik mijn regenpak ook aan, weet je. En nu had ik geen regenpak, niks aan. En het is meer voor in de herfst. Hij is niet te dik, maar ook niet te dun. Dus hij zou ook wel voor de winter kunnen, want mijn mannetje lief, die had er net zo een. Het is zo'n vliegeniersjek. En hij zou ermee door kunnen als winterjek, maar Swinters heeft liever een langere jas aan. Ja. Maar oké, ik ga mijn meisjes doen. Dus ik zeg gewoon, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Ga jullie eten of hebben jullie al gegeten, dan is het, mag het wel bekomen. Ga ik nu nog eten?
Eet smakelijk, bon appétit. Ik ga zo meteen, als ik terugkom, ga ik wat in de ogen doen. En dan gaan we één mediatrum, ja weet ik voel dat heet. Ik kan dat niet uitspreken, hoe is het nog dan? Dus dan gaan we lekker eten. Ja. Komt helemaal goed. Zo zeggen, geniet ze. Tot later. Zo lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, om voor jullie voor deze dag afscheid te gaan nemen en om morgen weer terug te komen. Want het is alweer al bijna 2 uur in de nacht en ik moet de meisjes nog uitlaten. En ik moet niet al te laat uit, want ik moet weg. En dat horen jullie morgen wel. Ja, ik ga eerst slapen voordat jullie dat krijgen te horen. Maar in ieder geval, het is, hoe laat precies, 1:50, 2:50. Dus wij wensen vanaf deze kant jullie allemaal een goede nacht, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten dat God houdt over ons allemaal de wacht en ik zeg tot aan de andere kant van de nacht.